De operatie om Surinamers van Sint Maarten naar huis te halen is een succes geworden. Dit zei Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, gisteren op een persconferentie. Uiteindelijk zijn er 46 personen naar Suriname gebracht. De eerste paar dagen na orkaan Irma was het niet mogelijk mensen van Sint Maarten op te halen, omdat het vliegveld vernietigd is. De gestrande mensen hebben op de airport gebivakkeerd totdat het weer was opengesteld. De NCCR-coördinator zegt dat niet alle 46 overgebrachte personen Surinamers zijn. Ik moet wel zeggen dat het ongeveer half-half is. We tellen nog precies omdat de lijsten nog niet helemaal volledig zijn. En ik begrijp, in zo'n situatie worden de lijsten met de hand ingevuld en doorgestuurd. Maar wat wij tot nu toe hebben gezien is dat we ongeveer de helft Surinamers en de helft Surinamers met een Nederlandse nationaliteit. En ik heb ook gezegd dat er ook een andere nationaliteit bij was, dus dat is de Franse nationaliteit. Dus ik hoop dat ik het zo even kan doen. De exacte data krijgen we dus nog. Verder is er ook nog een groep geweest die voordat wij de mensen dus hebben kunnen laten halen, reeds was afgereisd naar Aruba. En ik heb begrepen dat dat een groep is die dus zelf had betaald om dus terug te komen naar Suriname. En de nadruk werd elke keer gelegd op we hebben zelf betaald om te komen naar Suriname. Volgens Jerry Slijngaard kunnen we niets doen tegen de natuur. Rukwinden en orkanen kunnen we niet tegenhouden, zegt hij. Wat wij wel kunnen doen is metigratie, oftewel leren leven met de natuurfenomenen. Verder zegt hij dat wij de nodige voorbereidingen moeten treffen, zodat wanneer we toch getroffen worden, de schade zo beperkt mogelijk blijft. We hopen dat dus... En jammer genoeg hebben wij in het verleden al gehad dat we dus ten gevolge van rukwinden iemand is komen te overlijden. Maar we hopen dat dus dit niet meer hoeft. En uiteraard zal ook NCCR de communicatie met betrekking tot wat je kan doen met betrekking tot rukwinden vergroten. En dus nog meer informatie geven over waar men op moet letten als er rukwinden zijn, etc. En ik zou zeggen, zorg ervoor dat je natuurlijk ook een stukje zelfredzaamheid toepast. Als je een grote boom hebt die naast je huis staat en het is in de richting van de wind, dat je liever die boom kan weghalen in plaats van dat je het laat totdat die boom op je dak valt en dan vraagt om geholpen te worden. Dus daarmee bedoelen wij dat er ook een beetje moet worden gekeken door de mensen zelf naar de veiligheid in hun omgeving en niet per se alleen maar wachten op een advies van NCCR of een advies van de regering om dan pas te gaan doen. Aldus Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, die een persconferentie heeft gehouden over de succesvolle operatie om Surinamers van Sint Maarten naar Suriname te halen.